met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is een hele speciale video, want we gaan naar Londen. En ik zeg we, want ik ben niet alleen. Ik ben met papa, rappa. Tweede keer dat we samen naar Londen gaan. Ja, wij gaan altijd samen naar Londen. De derde keer dat we naar het buitenland gaan. Waar zijn we nog meer geweest dan? Nou, Berlijn. Oh ja, Berlijn ook, ja. Nou, maar nu dus weer samen naar Londen. Dus volg allemaal ook Nando op Twitch. Ik verwacht dat jullie dat allemaal al doen, maar goed. Nou, we gaan naar Londen voor OnePlus. Dat is het merk van mijn telefoon, voor de mensen die dat niet weten. OnePlus is een Chinees telefoonmerk. En ik heb de OnePlus One gehad, de OnePlus 3, de OnePlus 5, de OnePlus 5T en de OnePlus 6T. En nu komt de OnePlus 7T Pro uit. En ik heb de 6. En jij hebt de 6. Oh, die heb ik niet gehad. Nee. Oh, nou kijk, we vullen elkaar lekker aan. Maar in ieder geval, daar gaan we dus nu voor naar Londen. Het is het Europese officiële lancerings-event. We gaan. Is het niet wereldwijd? Zou dat niet in China zijn? Ja, weet ik niet hoor. Nou ja, weet ik. Nou ja, in ieder geval, wij gaan naar het lancerings-event. Het is ook één in Nederland, maar wij moeten naar die in Londen. Ja, dus, liever naar Londen, zeg. Ja, dus Nando en ik met de jongens van Game Kings. En Kim gaat mee, Exiles. En we beginnen de trip bij de Starbucks. En ik ga jullie gewoon weer meenemen. Goed doen. Nou jongens, we zijn aangekomen. Er staat een hele hoop politie. Ik maak even gauw een rondje. Ik zal niemand. Ja, zie je de busjes. Daar staat de politie allemaal. Want er is een of ander protest tegen. Ik denk global warming of zo. Zal het wel voor gaan. Je hebt het papiertje moeten vragen. Weet je dat gewoon? Ja, maar in ieder geval. Een hoop politie, weinig taxis. Dus we wachten nu even op de taxi. Ik hoop dus dat we zo'n leuke taxi krijgen. Weet je, als zo'n echte Engelse zoals deze. Maar dat is nog even afwachten of we die krijgen. Hij is blurry. Ja, zo. Nou jongens, daar zijn we weer. We zijn nog steeds rond het airport. Want Nando en ik mochten hier mee met de taxi. Dat is bad, man. Er was geen plek meer in de taxi. Nee, er was een taxi voor 6 personen gereden en we waren met z'n 8. Echt super krom. Dus dat is echt wel een beetje kut. Dus nu kunnen we niet meer naar het hotel. En gaan we meteen door naar de venue. En we moeten zelf onze taxi regelen. Ja. Dus daar ben ik helemaal niet gewend. Ik ben een beetje spoiled brat. Dat ik het zelf moet regelen. Maar het lukt. Onze Uber komt over 7 minuten. Dus no problem. Positiviteit, hè. Dan krijg je positiviteit. Dus wij wachten nu op onze Toyota Prius. En dan gaan we gewoon met die naar de venue. En dan gaat het ook meteen beginnen, hè. Ja. Om 3 uur begint het. Ja. Dus we komen echt net te laat op de tijd. Nee, 4 uur begint het. Oh, 4 uur begint het. Ik wou zeggen, anders zijn we nu al te laat. Het is al 3 uur geweest. Het is al 3 uur geweest. Oké, okay. Ja, kut. We moeten nog heen en weer. Dus wij lopen de zaal in. Je ziet straks gewoon op de livestream die live wordt uitzonden vanaf Twitter en zo. Zie je, ja, zie je ons naar binnen. Zo nog lopen. Ja. Naast de mensen die binnenkomen. Ja. Oh, wacht, we kunnen wel eventjes een Instagram. Jij kan wel een Instagram fotootje van mij maken, toch? Ja. Oké, okay, nice. Oké, okay. Doei jongens. We zitten inmiddels in de taxi. Het is gelukt met de Instagram foto. Die staat online. En nu hebben we een race tegen de klok eigenlijk. We staan in de file. We moeten voor 4:15 binnen zijn. Want dan sluiten de deuren. Ja. Want om 4 uur begint het. En het is nu 4:30.
En het is 9 minuten rijden, alleen we staan stil. Dus dan duurt het wat langer allemaal. Dus ik hoop echt dat we dadelijk voor de deur afgezet kunnen worden. En dat we dan precies op tijd binnen zijn. Dat is de hoop. Of we dat wat halen, dat zien jullie nu. We hebben het gehaald en we krijgen meteen een toffe goodiebag. Die ga ik later uitpakken. Maar eerst mijn tas dumpen nu hier bij de garderobe. Ja. Is dit een McLaren? Ja. Oké. Okay. Hier hebben we hem, jongens. Dit is de 7T Pro in het blauw. Ja, ik heb mijn thee ernaast staan. Deze staat natuurlijk zo dat we hem niet meenemen, maar wauw. Sowieso, die designs zijn altijd zo mooi, hè. Oh. En hier heb je de, dit is de 7 Pro, hè. Dit is de geüpdate 7 Pro, toch? Die ziet de camera. Ja. Oké, okay, dat was de presentatie. Ze hebben van alles aangekondigd. Nieuwe OnePlus 7T Pro. Vernieuwde 7 Pro. Vernieuwde, oh nee, en een OnePlus 7T Pro McLaren. Echt bizar. Die laatste vind ik echt helemaal het einde. Die is zo cool. Ja, ik ben helemaal hyped van al die telefoons. En ik ga nu eens even lekker wat eten hier. En daarna begint de afterparty. Dus nu begint de fun. Ze zijn alvast het eten aan het voorbereiden. Lekker. Zoveel lekkers. Deze ook echt. Dit is het Walhalla van alle telefoontjes. Ik vind deze wel echt ziek mooi. Kijk eventjes naar het design. Dit is die McLaren. Echt zo mooi. Echt heel mooi. En dan heb je hier, dit is dan de OnePlus 7T Pro McLaren Edition. En dan heb je hier de OnePlus 7T. Die is ook vernieuwd. En die heeft dus die ronde camera. En dit is volgens mij de Ice Silver of zoiets. En daar zit de blauwe versie ervan. En dan heb je nog hier de OnePlus 7T Pro. En die is niet McLaren Edition. En die ziet er dus zo uit. To be fair, ik vind dit design dan mooier dan de 7T. Dat ronde, dat past niet helemaal nog bij de OnePlus of zo. Mijn OnePlus heeft ook boven elkaar zo. Maar ja, wel prachtige. Ja, deze is echt mooi. Deze vind ik, ik zou deze echt heel graag willen hebben. Ik heb nog niet alles laten zien van deze telefoon. Kijk, wacht even. Ja, hij is een beetje vies inmiddels. We hebben heel veel mensen aangezeten. Hallo, unlock. Kijk, selfie modus. Zie je daar bovenin? Daar bovenin zit nu dus een cameraatje die uitschuift. En als ik nou omdraai, dan gaat die weg. Dan zie je zo. Woep. En als ik dan weer omdraai, let op. Dat gaat super smooth. Heel cool. En dan wil je zo'n fotootje maken. Ah. Is dit de foto? Vet, hè? Ik vind vet. Nou, ik heb van die rode wangetjes. Dan gaat het, dan weet je het dan. Maar je hebt alleen maar champagne gedronken. Ja, champagne. Weet je hoeveel alcohol er in champagne zit? Meer, soms zit er gewoon meer dan in mixjes, hè? Dat is met penis. Oké, okay. Hoi jongens, het is ja, wat is het eigenlijk? Het is pas 9:15 en we zitten in de Uber naar het hotel. We hadden net de shuttlebus gemist, dus ik zeg, we gaan niet moeilijk doen. Voor 15 euro heb je volgens mij een Uber. Ik denk, toch? 13? Ja, zoiets. Nou, in ieder geval niet duur. Het is niet 50 euro of zo. De helft van Amsterdam. Ja, dus ik zeg, we gaan lekker naar het hotel. Maar we hebben wel nog honger.
Dus, de avonturen zijn nog niet voorbij. Ja, we gaan nog club in, toch? Ja, jij. Dit is het hotel, jongens. Ze hebben een pizza bar. En ze hebben hier daarachter een echte bar. En daar zit nog een restaurant ook. Vet chill. Echt mega chill. En jullie het zien? Ik zit op 403. Oh, dat is hier. 423. Nou, pak ik even een kaartje erbij. Oh, weet je, de informatie valt. Ik ben heel benieuwd. Dit klinkt niet zo bijzonder. Ik ben heel benieuwd naar... Oh, nou... Oh, dat klinkt een stuk bijzonderder hier ineens. Oh mijn god. Oh mijn god. Kijk dit ook gewoon. Vet grote douche. Ja, ik weet niet of jullie wel eens in Londen zijn geweest. Maar Londen staat echt bekend om hun minikamers. Nou, dit is geen minikamer hoor. Jezus, dit is echt groot. Vet chill. Hij al helemaal niet. Nee. Hij heeft me even eten, dus... Ja, dat maakt niet uit. En morgen moet je weer in de ochtend werken. Ja. Je hebt echt pech, hè? Yo. Ja, ben ik weg? Ben jij ook gewoon de hele tijd aan het werken als ik weg ben? Ja, dat is echt kut, ja. De volgende keer kan ik beter een evenement in het weekend of zo hebben. Gewoon de hele week. Hele week. Nee, je hebt zo gemeen, jij. Ik moet een beetje streng voor je zijn, anders word ik te hebberig. Hebberig? Oké. Okay. Voor toetjes, ben ik wel benieuwd naar. Oh, dat is niet heel groot. Oh, dat zijn ik neem helemaal niks, ik heb een titel. Wat? Chips en toch de toetjes, dat is toch heel graag geworden. Ja, maar ik bedoel, ga niet voor of na. Kan je hier wel met een puntpas betalen, of niet? Dat weet ik niet. Ik heb, ik heb creditcard bij me. Ja? Okay, ja. Dan kunnen we dat wel rekenen, toch? Ja. Anders dan gooi maar een tikkie. Ja. Nou, jongens. We zijn bij de lobby gewoon van het hotel. Hier kun je eten tot 10:30. Dus we moeten gauw bestellen. Ja, dan moeten we meteen bestellen eigenlijk, hè? Ja. Even kijken. Ik wil die British chippy fish and chips. Of nachos. Ja, heb je het drie gaan naar je delen? Ja, zullen we dat doen? Vind je dat ook goed? Ja. En dan nemen we allemaal een hoofdgerecht of zo. Oh, dat is een goed idee. Dat gaan we doen. Jongens, ik heb vis en chips niet besteld. Dat had ik gezegd in het vorige stukje. Ik heb vis en chips bestellen, maar ik ben toch voor de Asian. Bol, ja, is iets te veel groen voor jou, denk ik, hè? Ja, ik hou meer van... Bruin. Nee, van geel. Geel. Nee, maar dit ziet er wel heel gezond uit. Het ruikt ook echt super lekker. Ja. Ja. We hebben gegeten, jongens. Hetzelfde afstand tot de jongen die met een koek in de dienst zit. Wat? Om 11:30. We zitten lekker in een voetenpaadje, probeer ik te filmen. Superleuk. Oh, die was open. Dat had ik niet gezien. Ja, oké. Okay, nou, nu is het wel. Oké. Okay. Ja, die van jou doet het wel. Ja. Oh. We hebben lekker gegeten. We hebben allemaal ons bord niet leeg gegeten, maar het is wel lekker. En nu zijn we oud en versleten en gaan we naar bed. Ja, het is 12:00 hier, maar het is al 1:00 thuis. Dus... Een hele goede morgen. Ik heb wat anders aangetrokken. Ik had zoveel ruimte in mijn tas dat ik gewoon twee setjes mee kon. Eentje aan en eentje in mijn tas. Dus ik heb gewoon schone kleren. Is echt lekker. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Nu is het tijd om... Oeh, ik heb wel een beetje slaaphoofd. Om naar de ontbijt te gaan. Dus daar gaan we heen. En Kim komt ook. Die was ook al wakker. Dus we gaan lekker naar het ontbijt. Goedemorgen. Ik ga jouw potje er ook op zetten. Jouw bordje er ook op.
Zo, ik zit weer in de auto. Het duurde eventjes. We hadden wat vertraging. En een hele heftige vlucht. Ik heb echt nog nooit in mijn leven zo'n heftige vlucht gehad, denk ik. Misschien wel, maar ik ben nog nooit zo beroerd ervan geworden. Ik werd tijdens het landen zo misselijk. Ik dacht echt, ik ga de hele vliegtuig onderspugen. Dus ik zat op de laatste rij. Dus ik zei tegen die mevrouw, I'm not feeling so well. En zij zag dat ook. Ze zag mij al. Ik was al aan het bewegen en het kreeg het warm, warm. Het zweet brak me uit overal. Nou, en ik ben nog steeds kotsmisselijk. Ik heb niet gespuugd, maar het scheelde echt vrij weinig. Het is dat ik het te gênant vind om te spugen in het openbaar. Maar anders had ik het eruit gegooid. Want het was, oh, dat was echt niet normaal. Nu was ik dinsdag ook al zo misselijk. Ziek, weet je wel. Echt, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik moet even rustig aan doen, denk ik. Maar goed, we hebben wel de vlucht overleefd. En we zitten lekker in de auto. En daar vliegt weer een KLM'tje de lucht in. De volgende vlog zal weer een tripje naar Londen zijn. Maar dat ga ik met Nikki doen. En daar heb ik heel veel zin in. Ik hoop dat ik dan die misselijkheid kwijt ben. En dat ik lekker kan genieten van Londen. En dan gaan jullie echt heel veel zien van Londen. Want dat hebben jullie in deze video natuurlijk niet gezien. Voor nu, ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ik wil uiteraard OnePlus bedanken voor deze trip. Het was heel erg gezellig. Er waren leuke mensen mee. En het hotel was goed. En het evenement was heel tof. De nieuwe toestellen zijn geweldig. Dus een dikke shout-out natuurlijk naar OnePlus. En vergeet niet te abonneren en liken natuurlijk. En comment even iets leuks in de comments. En dan lees ik dat allemaal en ik reageer altijd op alles. Dus dankjewel. Tot de volgende keer. Doei! Expect all